Peter van Petegem en zijn ploegmaats beheersen driekwart van deze ronde. Vooral Servet Knave en Sergej Ivanov werken zich te pletter. Van Petegem is duidelijk zelfzeker. Chef Brakeveld, ploegleider van Schmil, ziet daar geen graten in. Andrea Tafi valt aan. Nog 60 kilometer, de koers breekt open. Met Wouters en Serpellini komen twee andere hardrijders aansluiten. De favorieten laten begaan. De drie houden ruim 30 kilometer stand. Ze trekken samen over de Berendries. Op de Te Bossestraat in Brakel hebben ze nog altijd een kleine minuut. Ja, en we kijken naar Peter van Petegem op de Te Bossestraat in zijn achtertas waar. Met André Schmil, Hendrik van Dijk, dat zijn de sterke mannen. Johan Museeuw zit daar heel even wat verderop. Met een gulle inspanning halveert van Petegem de achterstand. Nog 20 kilometer, de drie worden gegrepen. Een groep van dik 40 man rijdt Gerardsbergen binnen. Daar ligt de muur. In de binnenstad met de Servais Knapen, met de Wilfried Peters. Dan zien we daar al Peter van Petegem. Feinstein, die heeft het goede wiel gekozen, dat van Petegem. Hier komt nu plots Museeuw. Gaat hij daar aanvallen? Aanval van Johan Museeuw. Naast de kerk, nog voor de Veste. Oh la la. En de rest, waar blijven ze? Nu moeten ze reageren en het valt een beetje stil. Iemand van La Française des Jeux is dat de Guédon. Museeuw gooit hier verrassend vroeg zijn kaarten op tafel. Heel even lijkt Museeuw de beslissing te forceren. Johan Museeuw op de muur, nu op de kapelmuur stilaan. Daar is Wezeman al met Feinsteins, met Van Petegem. Geeft niet de allerbeste indruk en gaat Wezeman naar het wiel van Museeuw. Dat lijkt zo. Steffen Wezeman roept Museeuw tot de orde. Ook de Bosberg brengt geen afscheiding, ondanks een verwoede poging van André Schmil. Nog 11 kilometer, Schmil glipt weer weg op kousenvoeten. De moe gestreden concurrentie hapt even naar adem. André Schmil is alleen, zijn voorsprong is uiterst klein. De rust bij Brakeveld is slechts schijn. Kijk eens aan. André Schmil, nog nooit is hij er zo dichtbij geweest. Nog 2,5 kilometer alles geven. Van hem hangt het nu niet meer af. Dit ritme kan hij volhouden tot op het einde. Wat doen ze achter hem? Omkijken. Geeft hem dat vleugels of remt het hem af? Zijn voorsprong is meer dan gehalveerd. Maar 9 seconden kan genoeg zijn. Schmil vecht voor elke seconde. Rabobank jaagt verwoed. André Schmil heeft nog 600 meter om de Ronde van Vlaanderen te winnen en de anderen nog evenveel om hem in te halen. Heeft hij nog over? Tot recht op de pedalen. En hoe zit het achteraan? Komen ze dichter? Kan hij nog een sprint uit dat lijf van 37 jaar oud persen? Kijk nog om. Wat ziet Schmil? Angst in de boxing. Daar zijn ze. Ze komen verdomme. Schmil nog 300 meter, minder zelfs, 250 meter. Redt hij het? Jekimov is stilgevallen en dan komt daar de sprint op gang. Er komt daar nog een Italiaan tussen. Het Schmil gaat het halen, hij redt het. Het is binnen. Prachtige Schmil, weer een Belg na Museeuw van Petegem. Schmil, zijn vierde wereldbekerzege. Oververdiend. En dik verdiend. Schitterend. Oververdiend. Schmil maakt zijn grote droom waar. De Italiaan Pieri is tweede, Led Feinsteins derde.